Ja, 165 dagen te gaan. Olympische Spelen Londen. We hebben een serie, daar heeft u misschien al het een en ander van meegekregen, van sporters die daar naartoe gaan en vastbesloten zijn met goud terug te komen. Dat was jij ook, Joost, hè? Zeker. Ja. Totdat? Totdat ik het telefoontje kreeg van de teamarts van... Ja, er zijn afwijkende waardes in je urinemonster gevonden tijdens de dopingcontrole van het Europees kampioenschap in Polen. Bij een zwemmer of bij een sporter denk je bij een afwijkende waarde maar aan één ding. Doping. Op dat moment dat ik dat toen te horen kreeg, toen dacht ik ook inderdaad van het zal toch niet. Wat is er met mijn eten gebeurd? Want ik wist van mezelf dat ik niet, dat ik geen pakhaas ben. En... Een pakhaas. Zo noemen wij dat. Een pakhaas? Ja, een pakhaas. Iemand die gewoon van de verkeerde pot snoept. Juist. En dat is een pakhaas, dat denk ik wel. Dus je bent geen pakhaas? Nee, ik ben in ieder geval geen pakhaas. Nee. En ik moest op dat moment... dan vraag je aan je vriendin van, je gelooft me toch wel. Het ging zo snel, dat telefoongesprek, het ging zo snel door mijn hoofd heen. En toen belde ik die arts terug van, wat voor stofje is het eigenlijk? En toen bleek het te gaan om het beta-HCG-hormoon. Nou, het was alleen injecteerbaar of het moest zo zijn dat ik een tumor in me meedroeg. Dat zei hij ook over de telefoon? Op dat moment wel, ja. En toen is er direct contact gezocht met het ziekenhuis. En de dag daarna kreeg ik al op vrijdag de 13e, heel clichématig... te horen, je hebt teelbalkanker. Ja, het is nu ook de 13e trouwens. Ja. Ja. Is het nu zo dat je dat het teelbalkanker was voor jou een verrassing was? Of had je lichaam daar al een aanwijzing voor gegeven? Op dat moment was het een soort van... dat klinkt misschien heel raar. Het was een soort van opluchting. Omdat ik op dat moment... ik wist dat die linkerbal dan in dit geval niet goed was. Want die was al wat hard en daar had ik al wat klachten eerder mee gehad in september 2011. Daar heb ik toen antibiotica voor genomen. Mm-hmm. En de pijn die verdween volledig. En ik kreeg nog wel eens af en toe pijnscheuten. Maar als topsporter heb je eigenlijk constant wel een pijntje. Dus het was voor mij heel moeilijk om te bepalen, is de pijn nu net zo erg als vorige week? En ik had het ook niet constant. Alleen wat ik wel had, was een vergrote bal. Ja. Kon je eigenlijk nog, toen je dat hoorde, nog zwemmen? Of heb je meteen alles aan de kant gegooid en gedacht, er is nog maar één ding belangrijk, dat de gezondheid? Op dat moment kon ik nog zwemmen, want ik werd nog niet geopereerd. Dat zou pas op 15 februari gebeuren. En op die zaterdag die daartussen viel, de 14e, toen wilde ik heel graag zwemmen. Want ik wist helemaal niet in hoeverre ik nog na die operatie zou kunnen zwemmen. Dat heb ik toen niet gedaan. Dus toen heb ik nog een week moeten wachten na mijn operatie om weer te zwemmen. Want ik mocht zwemmen van de arts die mij geopereerd had. Want de wond was helemaal dicht. Maar twee dagen nadat ik het ziekenhuis uit was, stond ik al wel in de sportschool samen met mijn broertje te sporten. Mm. Want dat is toch de kick. Ja. Had je toen ook nog het gevoel van, het zou nog kunnen? Want op dat moment kreeg ik nog niet echt te horen definitief van wat het behandelplan zou worden. Dat kreeg ik pas weer op die woensdag daarop volgend te horen. En toen kreeg ik ook te horen, het wordt een chemokuur van 4 keer 3 weken. Ja, en op dat moment dat ik dat hoorde, toen stortte eigenlijk mijn leven in. Want dat betekende dus eigenlijk dat het niet bij die bal was gebleven, maar dat het was uitgezaaid. Ja, ik had... twee plekken waar het was uitgezaaid. Gelukkig was dat niet, waren dat geen uitzaaiingen in mijn organen. Daar was ik dat klinkt misschien raar, heel blij mee. Mm-hmm. Maar het waren mijn lymfklieren ter hoogte, als je nieren hebt. De baan waarin de ballen als je jong bent naar beneden zakken. Op de helft van die baan, daar waren de lymfklieren verdikt. En halen ze dat dan weg? Of? Het kon operatief verwijderd worden, maar voordat dat zou gebeuren moest ik eerst aan een chemokuur starten. En mocht het nou zo zijn dat na die chemokuur blijkt van, dat de uitzaaiingen er nog zitten, dan word ik alsnog geopereerd. Dus dat is nog de spanning die je nu nog hebt? Nou, op dit moment denk ik daar helemaal niet aan. Ik ben echt volledig bezig met, aanstaande woensdag moet ik dan mijn tweede kuur in. En ik probeer zoveel mogelijk te genieten van de momenten, die ik heb. Hoe voel je eigenlijk?
Ja, dat is heel raar. Ja, ik voel me heel goed. Ik voel me helemaal niet ziek. Totaal nog niet ziek? Helemaal niet. Het is alleen... Vandaag heb ik dan toevallig mijn haren... Ja, maar we zien hier een foto. Ja. Met haar? Ja, dit is ongeveer 2,5 week terug. Ik denk dat dit de tweede dag was in het ziekenhuis. Ja. Ik zie er daar ook, denk ik, iets opgezwollener uit door al het vocht dat ik daar naar binnen kreeg. Ja. En in de eerste 2 dagen in het ziekenhuis was ik ook 6 kilo aangekomen. En want het vocht dat hield mijn lichaam gewoon vast. Wat is eigenlijk de prognose? Zeggen de artsen daar iets over? Ja, meteen nadat ik de diagnose kreeg van je hebt teelbalkanker, kreeg ik te horen van het is heel goed geneesbaar. Zelfs mocht je uitzaaiingen hebben. En daar houd je dan aan vast. En mijn broertje was eigenlijk de enige op dat moment die aan mij vroeg van... Joost, ga je dood? Mm-hmm. Ja, als iemand dat aan je vraagt, dan, en met name je broertje... Ja, dan weet je ook niet wat je moet antwoorden. Ik had het antwoord op dat moment ook helemaal niet. Dus toen ben ik ook teruggegaan weer naar de artsen met de vraag van... Ja, jullie hebben het wel over de nabehandelingen, maar ga ik die nabehandelingen wel halen? Nou, toen keek ze me een beetje lachend aan van, ja, dat ga jij wel halen. Ja? Dus daar waren ze op dat moment van overtuigd. Ja, nog heel even naar je haar, hè, want het is flauw misschien, maar toch, dat, is het een punt vandaag geweest? Want je werd vanochtend wakker met een bos haar. Ja, dat klopt. Maar ook heel veel haar op mijn kussen. Ja. En nadat ik ging douchen en je haalt je handen dan door je haar, ja, je hele handen liggen vol met haren. Ja. En dat zijn de momenten waarmee je weer geconfronteerd wordt met je ziekte. Want daarbuitenom, ja, ik voel me helemaal niet ziek. Ik heb in de periode, in de 15 dagen dat ik thuis was, waren de eerste 2 dagen erg vermoeiend. Maar daarna, ik heb ook van het ijs genoten. Ik heb ook tochten geschaatst. Heb je steun van andere sporters die wel eens ziek zijn geweest en toch weer op het podium terugkwamen? Maart van der Weijden. Ik denk dat dat ook het grootste voorbeeld is. Ja. Die lag echt op het randje met zijn leukemie en zijn hersenvliesontsteking. Ja, Maarten die werd in 2008 Olympisch kampioen op de 10 kilometer, open water zwemmen. Jullie kenden elkaar al, toch? Ja. Ik heb tijdens meerdere trainingsstages met hem op een kamer gedeeld. En je moet natuurlijk bij teelbalkanker ook vaak aan Lance Armstrong denken, denk ik. Die een filosofie had. Ja. En heb je die ook eigen gemaakt? De filosofie was eigenlijk dat als je er tegen vecht, hè, dat helpt om die ziekte te bestrijden. Nou, ik heb niet zozeer van, ik moet dit overwinnen. Helemaal niet. Ik heb wel meer in mijn hoofd van, ik moet positief blijven denken. Ik moet me nu niet in een hoekje gaan zetten of ik moet met mijn kop naar beneden lopen. Helemaal niet. Ik ben nog steeds dezelfde Joost. En ik ben nog steeds positief. Ik sta er nog steeds positief in. Want ja, het is goed geneesbaar. Waarom zou ik dan mijn kop naar beneden laten hangen? Ja, nou ja, in elk geval die kwalificatie zou je niet meer halen, neem ik aan. Nee, zeker niet. Maar ik ben nog jong. Ik ben 24. En de Olympus die ik nu heb is voornamelijk gezond worden. En ja, zonder mijn gezondheid kan ik niks. En die droom die staat nu gewoon in de wacht. Als ik hierna genezen ben, dan heb ik nog 4 mooie jaren voor me. Mm-hmm. En dan over 4 jaar is Rio. Ja. Dat ben jij ook, hè? Ja. Tering, wat een lichaam. Ja, heel irritant. Zo ziet het er inmiddels niet uit nu. De chemo vreet als het ware alles in je lichaam op. Ja? Ook de Gaat opbouw. Dat zo snel? Ja, binnen 2 weken. Ja, ik stond in de spiegel te kijken. Ja, ik dacht van ja, ik heb hier jaren over moeten doen om zo groot te worden. Ja. Want dat maak ik ook al niet snel aan, maar mijn lichaam breekt het wel heel snel af. Stel nou, het is misschien een stomme vraag, maar toch gewoon even voor in het hoofd. Dat je nou net niet daar gecontroleerd was. Ja. Was het dan helemaal mis?